Er is inderdaad een doorbraak. We waren op zoek naar een tweede verdachte die zondagmiddag aanwezig zou zijn geweest bij de feiten. En die tweede verdachte hebben wij vandaag kunnen inrekenen. Hoe zijn jullie op het spoor gekomen? De politie was hem op het spoor, maar het is uiteindelijk via de familie die contact heeft gezocht met de politie dat hij zich vandaag heeft aangeboden bij de politie. Wat weten we over de jonge man? Zijn leeftijd, uit welke buurt komt hij? Ja, het is ook een minderjarige van 17 jaar oud, woonachtig in Borgerhout. Het is dus een minderjarige die ook gekend is bij politie en justitie. De overleden dader had heel wat feiten op zijn kerfstok. Deze tweede dader, heeft hij ook veel feiten gepleegd? Hij heeft ook een aantal feiten op zijn kerfstok, waardoor hij onder toezicht stond van de jeugdrechter. Hij is ook al een tijd geplaatst geweest in instellingen Everberg en Mol in de Kempen. Dus we moeten weer spreken van een veelpleger? Het is in dit geval in onze juridische terminologie is het geen veelpleger, maar alleszins wel iemand die een aantal feiten op zijn kerfstok had. Feiten met geweld? Onder andere met geweld, ja. Wat gaat er nu verder met dit dossier gebeuren? De onderzoeksrechter zet zijn onderzoek verder, maar het is vanzelfsprekend dat het aantreffen van deze tweede verdachte dat cruciaal is om volledige opheldering te kunnen krijgen over hetgeen wat er zondag is gebeurd.